we genieten met de mooie muziek hier aan het draaien hier vanuit de Radio Oro. We zijn er ook misschien nog een paar voorbij. Dus hij gaat er luisteren, maar misschien even vandaag doen. Dus dat wordt keileuk vandaag dus met Ellen. Maar je bent hier op het Oro Zomer van Festival gekomen, vloggers. Helemaal top dat jullie er zijn. Jullie horen bij ons multimedia team, zeg maar. Hè? En ja, je ziet, het is fantastisch weer. We hebben veel vrijwilligers die ons meehelpen. We hebben zeg maar de vrienden van Oro meegekregen, die ons zeg maar financieel waanzinnig ondersteunen. En dat maakt zeg maar dat wij dit soort activiteiten kunnen doen. En dat doen we heel graag, want daar geeft de bewoners zeg maar net een kerstje op de taart en een beetje meer geluk. En daar wensen wij iedereen toe, dus bij deze. Hoe heet jij? Deed jij het doen? Bijna. En wat wil jij? Erbaar. Ja, fijn dat wij daar zomer de funden zijn. Vind je het fijn om hier te zijn? Ja. Ja, wat vind je leuk? Muziek luisteren. Kan jij lekker genieten? Ja, muziek over jou zetten, ja. En wat ga je nog meer doen dadelijk? Blik gooien. Ja, hè? Vaar. Hoi dames, hoe gaat het met jullie? Gaat het nog goed? Ja, met ons gaat het goed. Ja, maar jij was wel lekker weer vandaag, of niet? Ja, zeker. Mogen je van de tent hier staan? Ja, dat is heel gezellig. Het is altijd heel gezellig hier, toch? En wat doe je allemaal hier bij een Zomerfun? Sorry? Wat doe je allemaal bij Zomerfun? We zijn met de kermis, moet je ballen gooien. En we helpen met de ballenkraam. Je hebt ook heel veel mensen heel veel prijzen gehad, of niet? Ja, zeker. Heel veel mensen hebben al prijzen gekregen. Daar mag je mensen ook lekker aan blijven te maken, zeker allemaal dingen. Ja, zeker weten. Kom je eens ook een keertje ballen gooien? Ja, misschien wel nog, ja. Ja? Zelf. Ik heb de prijs gewonnen. Die salade. Ja, je kunt het getraject een beetje die de rommel en gooien. Ja. Ik doe bij mensen, dan stoppen ze de hand hierdoor. En dan kijk ik bij mensen in de hand. En in elke hand zie je lijntjes. En die lijntjes die betekenen iets. Je hebt een hartlijn en een hoofdlijn en een levenslijn. Oh, daar kijk ik naar. Als jij geboren en jij bent net daar. Ja, want jij hebt ook lijntjes in jouw hand. Hoi, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Ik ben hier aan het jongleren. Er liggen allemaal dingen, zeker met allemaal trainen, met allemaal dingen om te gooien. Ja, ik heb hier 3 kegels. Ja. En wat moet je daarmee eigenlijk met de kegels? Wat ik ermee doe? Ja, maar mijn kegels doet allemaal dingen. Ja, ik jongleer hier, dus het is allemaal gooien en vangen. Beetje oefenen, dat is sowieso. Ja. Beetje oefenen, dat is. Ja, ik soort van. Ik sta hier en dan kunnen jullie allemaal een beetje kijken. Ja, dus ik kan wel een mooie zootje geven. Dat kan ik wel goed. Dankjewel. Dat kan wel goed, dat is zoiets. Ja. Ik ga je straks nog een zootje geven. Ja, wij doen de livestream nou voor Zomerfun. Hè? Dat doen we met 3 camera's. 2 vaste en 1 mobiele. En ja, wij doen regelmatig voor de Oro doen wij leuke livestreams maken. Zoals je ziet. Als ik hierdoor praat, dan praat ik met de camera's, bedoel je? Hè? Met de camera's. En dan zeg ik van, ik wil camera die, of ik wil die camera. Of ik wil een close shot maken, dat je heel dichtbij bent. Of van veraf, ja. En dat doen wij hier allemaal, zodat de mensen die niet kunnen komen, toch thuis mee kunnen kijken wat hier allemaal voor leuke dingen gebeuren. Ja, hier komen de mensen allemaal loodjes kopen, hè, voor het Rad van Fortuin. Mooie prijzen winnen. Wat doe jij, Emmy? Emmy, ja? Ik verkoop muntjes om drinken te kopen en strips om de attracties te bezoeken. Om deel te nemen aan de attracties. Dus om eentjes te vangen moet je 2 strips betalen. En dan, die moet je hier komen kopen. Geef hem een applaus, dames en heren. Prijzen voor deze jongeman. Een cadeaubon te waarde van 7,50 voor 2 stukken appeltaart met koffie. In ons eigen honingpot. En dan gaan we draaien voor de eerste hoofdprijs. Een cadeaubon van €25. Geschonken door de vrienden van Oro. Dames en heren, jongens en meisjes, en de eerste cadeaubon van €25 is gevallen op nummer 34. Ten namens de vrienden van Oro, proficiat. En denkt u, zit u nu in de piste of naar buiten? En denkt u van, ik zou best eens meer willen weten over de vrienden van Oro? Bij de kassa liggen foldertjes en u kunt natuurlijk altijd donateur worden.
En vandaag een hele leuke gezellige dag gehad vandaag. We hebben veel gevlogd. Ja, ik wel weer. We hebben lekker gedronken, dus dat natuurlijk. Goed, goed drinken wat weer, al belangrijk. Ja, top. Dus we hebben heel veel altijd gezien. Ja, en we hebben al bezoekers ingeviewd natuurlijk. En ook een paar mensen hebben deze onderzeer hebben van Zomerfun. We hebben ook de achter de Zermers geweest. Om te kijken dat het leuk was, lijstcreamen. Dus dat is ook heel, heel gaaf om te zien. Het einde van het programma natuurlijk. Dan gaan we afsluiten van deze dag van de Zomerfun.